I love this book. Dat is het boek van Thomas Verbocht. Het heet Perfecte Stilte. En de titel alleen al trok me aan, maar het boek zelf is een wonder van ingetogen en ingehouden vertelwijze. Hij vertelt een heftig verhaal, echt vreselijk heftig, waarin de ik-persoon, dat is de filmmaker van eigenlijk een anti-held, helemaal zich ontwikkelt tot een hele lieve, een hele bescheiden, echte held. Het mooiste vind ik eigenlijk dat hij alleen maar vertelt en nooit iets oordeelt of waardeert, maar alleen maar vertelt. En zijn dialogen, die brengen er de vaart in, want hij heeft prachtige dialogen waar je altijd weet wie aan het woord is. Ik heb ervan genoten. Iedere ochtend als ik wakker werd, dan dacht ik, wat had ik ook weer voor leuks. Oh ja, ik lees dat hele mooie boek van Thomas Verbocht. Ja.